De eerste kennismaking voor DVS TV met de nieuwe trainer van DVS 33. Want dat kunnen we wel zeggen, want je hebt je handtekening gezet, Richard Plug. Ja, is net gebeurd. Kan er niet meer onderuit, hè. Dus ja, wel trots. Ja, echt trots? Ja, zeker wel. Je besluit na 4 jaar bij Odin om niet door te gaan. Je hebt niks achter de hand. En nou, als dan een van de mooiste clubs uit de derde divisie uiteindelijk besluit om jou als hoofdtrainer aan te stellen, dan ben je daar wel trots op. Odin was echt jouw clubje, daar hoefde je niet echt weg. Nee, totaal niet. Ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik er ook wel een maand wel van slag af geweest ben. Super goede band met mijn spelers, trots op mijn spelers. Alles meegemaakt. Voor mij is dat privé ook nog wat een en ander dan. Drie knieoperaties en scheiding in die tussentijd. Maar nog nooit één moment met geen plezier naar dat veld toegegaan. En dat is gewoon, dat komt door die groep, maar ook door de vereniging. En ja, 4 supermooie jaren. Daarvoor was ik bij de Kennemers trainer. Heb ik eigenlijk ook 4 mooie jaren. En 8 jaar bij VSV ook wel mooie jaren. Maar het Odin-verhaal is wel echt gewoon één succesverhaal geweest. Je bent niet echt een passante trainer. Dus is de conclusie misschien wel gewettigd? Als je het zo ziet natuurlijk, ja, geef ik je gelijk. Maar ja, misschien is het ook wel verdienste van een club, hè. Ja, precies. Want dit is natuurlijk, die staat bekend als een lastige club. Hè? Die gooien zomaar trainers eruit, hoor. Richard, keihard. Nee, kijk, wat dat dan gaat, heb ik denk ik wel bij gemoedelijke clubs gewerkt. Dus dat is 1. Aan de andere kant, als je natuurlijk een koekenbakker bent of ja, noem het zoals je wil, dan hou je het ook niet vol. Ik denk dat het een combinatie van beide was. Hè? Dus juiste keuzes van mij voor de juiste clubs op dat moment. En uiteindelijk het vertrouwen en ook, denk ik, het geduld met mij, hè, vanuit clubs. Dus dat ze me leren kennen. Want wat ik vaak hoor is dat toch wel dat na maand of 3, 4 dat mensen zeggen, nou toch valt hij wel mee. Dus blijkbaar heb ik in het begin een slechte indruk gemaakt. Maar nee, ik denk dat het een combinatie is. Ik, tot nu toe, vanaf het moment dat ik trainer ben, heb ik 3 clubs gehad. Dus in 16 jaar. En daar ben ik enorm trots op. Ja. Ook, je hebt net een bespreking gehad al. De eerste bespreking met de spelers. Echt in beslotenheid. En is dat bevallen gelijk? een beetje respons ook van de spelers? Of ben jij eigenlijk echt aan het woord geweest? Nee, ik ben aan het woord geweest. Ik denk dat het wel meevalt. Ik heb gevraagd of er jongens waren die gelijk wilden stoppen. Dan kon het nu nog. Maar daarvoor hebben ze gezegd, nee, dat hoeft ook weer. Zover is het niet gegaan. Ik heb mezelf even voorgesteld. Wie ik ben als persoon, hoe ik werk en wat ik denk over het trainerschap. En ja, weet je, uiteindelijk ga je een jaar met die jongens werken en dan gaan ze je leren kennen. En dan zullen ze ofwel of niet beamen dat mijn woorden bewaarheid worden. Of dat het gebakken lucht is wat ik verteld heb. Maar ja, ik wilde even kennis maken met de groep. Omdat ik toch, ik wil het proces wat nu bezig is zo min mogelijk storen. Of eigenlijk helemaal niet storen. Maar goed, er moet wel één momentje zijn dat spelers wel even weten van, hey, dit is wat me een beetje te wachten staat. Of dit is het type trainer, CQ-persoon waar we mee te maken gaan krijgen. Heb je de spelersgroep nog wat beloofd over de aanstaande wedstrijd Noordwijk-Odin of niet? Jawel. Kijk, het is heel simpel. Ik had eigenlijk gehoopt, verwacht dat DVS vorige week zou winnen van Noordwijk. Ik denk, nou, dan gaan wij morgen natuurlijk alles eraan doen om van Noordwijk te winnen. En dan een van de laatste wedstrijden spelen we hier tegen DVS. En dan zou ik wel een feestelftal. Dan ging Barry van Dijk in de spits spelen. Dus dat was allemaal wel geregeld. Nou, dan moet ik wel uitkijken natuurlijk. Want laatst heb ik ook een geintje gemaakt. Wij gaan er dan gewoon op gokken natuurlijk. Hè? Ja. Nou, dat mag ook. Maar de laatste keer dat ik een geintje maakte, hebben ze dat wel heel erg geknipt en geplakt. Maar ik denk dat... Wij gaan morgen ons stinkende best doen, maar ik alle respect voor Kees Zethoff, een fijne collega. Doet het ongelooflijk goed. Eerlijk is eerlijk, hij heeft 2 keer gewonnen van DVS. En dan
Ja, dan moet je als DVS zijn, dan moet je daar respect voor hebben en moet je pas op de plaats maken. Zo simpel is dat. Dan ben je gewoon supergoed. We wensen je namens DVS TV en alle supporters een fantastische tijd toe bij DVS. En dat het niet bij 1 jaar mogen blijven, maar bij 4. Want dan ga ik ook nog een beetje lol hebben. Ja, nou ja, dat zou mooi zijn. Ik heb wel een hele mooie afkoopsom in mijn contract, maar ik hoop er geen gebruik van te maken. Nee, ik ben er trots op. Hè. Ik vind het mooi dat ik deze kans krijg. Ik ga mijn stinkende best doen. Op mijn manier. Nou, hopelijk slaat dat aan. En ja, weet je, het is bij mij tot nu toe altijd geweest. Ik heb nu een contract getekend, maar er zijn ook heel veel jaren geweest dat ik geen contract teken. Dan was het gewoon, hey, gaan we door. Gevoel van beide kanten goed, gaan we door. Dus, nou ja, zo sta ik erin. Prima, succes.